Welkom bij Teliak en welkom bij de serie Ouderenwijzer, waarvan nu aflevering 5. Als de post zijn lading lost, begint de dag pas goed op Dirkje van Dorens bureau voor senioradviezen. Geen vrije tijd voor haar. Haar werk is haar hobby. Ik kom uit het volgende vliegtuig terug. Ik verveel me kapot. Afzender, Garros. Garros komt terug. Is hij weg dan? En je hebt zelf het reisbureau nog gebeld. Hij moest zich van me ontspannen in de zon. Oh ja, we hebben nog een faxbericht gekregen van het reisbureau. Van het reisbureau? Het reisbureau. Wij wensen alle contacten met u te verbreken. Garros is onmogelijk. We zouden daarom... Hebt u nog eens zwommen? Te koud. Te koud? Te koud in de Costa del Sol? 14 dagen regen. Water stroomde onder de deur van mijn balkonnetje de kamer binnen. Nou, de maten van mijn balkonnetje waren 3,30 meter bij 1,25 meter. Nou, als je dan in aanmerking neemt een stijghoogte van 2... Zwemmen was vroeger een hobby van u. Ja. Staat hier. Ja, nou, dat staat er goed. Oh, dat vond ik leuk. Dat staat er goed, hoor. Ja, ik rekende altijd uit hoeveel slagen ik nodig had om van de ene kant van het zwembad naar de andere kant te komen. En dat vermenigvuldigde ik dan met het aantal baantjes dat ik gezwommen had. En dat vermenigvuldigde ik dan weer met het aantal keren dat ik op mijn abonnement in het zwembad geweest was. Stop, tot de Olympische hoogte. Alsjeblieft, toch. Maar daar zal die rekenarij goed voor. Ik weet genoeg. Weet u wat wij gaan doen? Wij gaan zwemmen. U had me eerder moeten vertellen dat u nooit anders zwom dan met een zwembandje om. Maar wat nu? Ontspanning. Je kunnen ontspannen is zo belangrijk voor de ouder wordende mens. Waar moet je anders met je vrije tijd heen? Ja. Thuis vervel ik me. In het buitenland vervel ik me. Ik moet wat om handen hebben. Ja. Meneer, heeft u bezwaar tegen als ik een balletje meestoot? Dat had ik niet gedacht. Meneer Garros, als u nou op wat jongere leeftijd miljard had geleerd, dan had u natuurlijk nu... Is er nou echt niets wat u goed kunt? Ja, rekenen. Ik was altijd goed in rekenen. Ik heb op school nog rekenen geleerd uit rekenboekjes zonder van die gekke tekeningen of plaatjes. Ja, rekenen als hobby? Ja, ja. Hij kan wel penningmeester worden van onze biljartclub. U kunt penningmeester worden van uw biljartclub. Penningmeester? Ja. Penningmeester. Penningmeester. En leren jullie me dan ook nog biljarten? Ja, vast wel. Wie werkt en ouder wordt, zal zich verheugen op de zeeën van vrije tijd die na fut of pensioen in het verschiet komen. De tijd die een gemiddeld mens rest wanneer hij of zij ophoudt met werken, is overvloedig. Wel 20 of 30 jaar. Een groot deel van die tijd zal gevuld worden met bezigheden.
Eigenlijk zijn haast al die bezigheden even zoveel contacten met de maatschappij waarin de oudere leeft. Wie bijvoorbeeld meer tijd gaat besteden aan een leerzame en creatieve bezigheid, als tekenen en schilderen, doet dat soms in gezelschap. Laat zijn werk aan anderen zien en trekt op met andere amateurtekenaars. Voorkant en de zijkant. Een bezigheid die bij uitstek maatschappelijk is, is het vrijwilligerswerk. In Nederland is maar liefst 2/3 van de ouderen actief in het vrijwilligerswerk. We laten daarvan één voorbeeld zien, een heel apart voorbeeld. Hoe ouderen elkaar hun diensten aanbieden. De ene dienst voor de andere. U ziet het, deze pergola die ziet er verschrikkelijk uit. Die heeft hard een kwastje nodig. Ja. Hetzelfde met de biels waar inmiddels het mos op zit. Deze? Ja, ja die. Dan hebben we daar achterin nog een stel. Allemaal? Allemaal, ja. En dan ook in de voortuin hebben we van die biels liggen die ook er slecht uitzien op het ogenblik. Ja. Nou goed, mevrouw, dat is een mooie klus. Dat doe ik graag voor u. Nou fijn, normale omstandigheden doen we dat zelf, maar dat kan nu niet. Vandaar dat ik naar de vrijwilligersvacaturebank ben gestapt voor het dienstenruilproject. Ah, juist. U kan dan voor mij deze pergola doen in de biels. Maar wat kan ik voor u doen? Nou, u weet, mevrouw, ik heb een aantal dingen opgegeven. Ja, dat heb ik gelezen. Ja. Ik heb erg veel zin in die trui. Ja, ja. Daar ja. zou u me een grote dienst mee bewijzen als u voor mij deze trui kon breien. Dat wil ik graag doen. Goed. En dan regelen we dat zo samen. Juist. Dan kunnen we nu eens eventjes gaan verder afspreken. Heeft u zin in een kopje koffie? Graag. Met een kopje koffie eventjes. Mevrouw van Rijswijk, vrijwilligerswerk is heel belangrijk geworden, hè? Zeer belangrijk, mevrouw. Vooral in het kader van de bezuinigingen moet je wel met vrijwilligers gaan werken. Wil je de hele zaak een beetje op poten kunnen houden? Waar treffen we vrijwilligers aan? In bejaardencentra, in ziekenhuizen, scholengemeenschappen, kinderdagverblijven. Nou, je kunt haast wel zeggen dat al deze instellingen erg op de vrijwilliger is ingezet, hoor. Helemaal ingeschakeld ook. Ik las dat er wel zo'n 5 miljoen vrijwilligers zijn inmiddels, hè, in Nederland. Ja, dat kan ook niet anders, want juist vermoedelijk door de werkloosheid zal ook een gedeelte daarvan wel graag iets om handen willen hebben. En daarom proberen ze als vrijwilliger toch zinvol bezig te zijn. Ja, en de maatschappij kan niet meer zonder de vrijwilliger. Die kan beslist daar niet meer buiten. Net wat ik daar zojuist al zei, dat kan niet meer, want er zijn veel te grote bezuinigingen. En ja, de plaatsen moeten toch opgevuld worden. Dan zijn er binnen dat vrijwilligerswerk ook projecten voor ouderen onder andere, zoals het Gilde. Wat is het Gilde precies? Het Gilde is speciaal ervaring en kennis overbrengen op anderen. Vooral de vrouwen deze tijd willen wel graag eens geholpen worden, want het is natuurlijk wel zo dat als je alles moet laten doen, dan, dat is zeer kostbaar, hè? Als je daar een vakman bij moet halen. En daarom wil de vrouw op zich graag weten en leren hoe men iets moet gaan herstellen, repareren. Ik noem het nou maar zo. Maar het is ook zo dat de oudere ambachtsman, die dus niet meer werkt, zijn kennis overdraagt aan jongeren. Dat kunnen dus dan vrouwen zijn, maar ook gewoon jongere heren. Ja, die daar behoefte aan heeft, die kan zich melden. En dan wordt er een contact gelegd tussen de beiden. Ja, dat loopt allemaal via u hier? Dat loopt allemaal via hier, ja. Maar het is dus niet zo dat ouderen binnen dat gilde daadwerkelijk iets voor anderen doen?
Nee, die brengen uitsluitend hun kennis en ervaring over op anderen. Die het dan zelf moeten uitvoeren? Die het zelf moeten uitvoeren. En om nou echt mensen iets voor elkaar te laten doen, daar heeft u weer een ander project voor ontwikkeld. Dat is een dienstenruilproject. En ik zal u een voorbeeld noemen. Ik zou dus in principe iets geschilderd willen hebben. En dan bied ik aan de anderen aan om iets van naai- of breiwerk. En daarin bemiddelt u? En daarin bemiddelen wij. Denkt u dat die ruildienst ook een aardig effect kan hebben op sociaal contact? Zeker. Ja hoor, want daar hebben we al mededelingen over gehad. Die waren ook heel eenzaam. En door het bij elkaar brengen van een ruildiensten, hè, van hun diensten dan, zijn die mensen helemaal opgeleefd. Dat vonden ze geweldig. Want ze konden dan ook eens praten over andere dingen. Die ruildienst die vinden we natuurlijk niet alleen in Bilthoven, hè? Nou, ons ruildiensten, of dienstenruilproject is voor de hele omgeving zo'n beetje. Maar het is me bekend dat die in Apeldoorn zit, in Almelo, in Amsterdam. Zeist, dacht ik nog niet, maar in de meeste plaatsen hebben het al opgenomen, het dienstenruilproject. Dus mensen kunnen zich daarvoor aanmelden? Ja. Als ze iets gedaan willen hebben of iets voor een ander willen doen? Ja. U ziet die toekomst dus hoopvol tegemoet? Dat doe ik zeer zeker, ja. En die mensen die doen dat ook, hoor. Want juist die contacten die brengen hen werkelijk weer helemaal terug in het beleven van alles. Professor Bekkers, na zeg maar een werkzaam leven zijn er mensen die zich echt verheugen op hun vrije tijd. Maar er zijn ook mensen die bang zijn om in een soort zwart gat te vallen. Sommige mensen leven echt toe naar het ouder zijn en naar het gepensioneerd zijn. Dan komen ze eindelijk toe aan de dingen die ze hun hele leven lang hebben moeten onderdrukken of waar ze niet naartoe gekomen zijn. Er is ook een behoorlijke groep, denk ik, van mensen die er tegen opzien. Die zogenaamde vrije tijd beschouwen als een zwart gat. Als iets wat als een probleem op ze afkomt. Zoals sommige mensen ook de zondag de meest vervelende dag van de week vinden, zo vinden ook een aantal mensen die pensionering echt een probleem. Dat verschilt nog wel, denk ik, voor of je wel of niet in het arbeidsproces hebt deelgenomen. Ik denk dat voor huisvrouwen, die verandert nog niet zoveel in feite. Behalve dat hun man of hun partner thuis komt. En dat iets van hun vrijheid wellicht verloren gaat. En er zijn natuurlijk mensen die al via werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid al veel eerder met die zogenaamde vrije tijd, in contact zijn gekomen. En daar al een bepaalde vorm aan gegeven hebben. Maar er zijn ook mensen die zich min of meer verplicht voelen om van alles te ondernemen. Ja, het recht op luiheid. Het idee dat dat het zalige niets doen, dat het ook kan en mag. Dat is niet zo ontzettend sterk ontwikkeld in onze cultuur of in onze economie. We hebben geleerd om efficiënt om te gaan met onze tijd. Om tijd nuttig te besteden, zinvol te besteden vooral. Om te presteren, om de wedstrijd met anderen te winnen. En daar is niet alleen onze samenleving, maar ook ons onderwijs op ingesteld. We leren die vaardigheden die nodig zijn om in het arbeidsproces goed te functioneren. De oude ideeën zoals dat vroeger nog bestond, bijvoorbeeld in de middeleeuwen bij de Grieken, dat contemplatie, gewoon maar mijmeren, dagdromen, hè, voor je raam zitten en nadenken over de zin van het leven, over de toekomst of over het verleden, dat ook toegestaan is, dat wordt niet algemeen onderschreven. Dat wordt toch vaak beschouwd als niets doen en als verveling en eigenlijk als negatief. Er zijn nog heel wat ouderen die na hun ene baan via vlijt en studie in een tweede carrière belanden. Maar voor de meesten is de derde levensfase de periode waarin ze creatieve bezigheden kunnen ontplooien. Bezigheden die ze voorheen in hun spaarzame vrije tijd beoefenden, krijgen nu eindelijk alle ruimte. Ik ben 73 jaar oud en mijn vrouw is 71. We zijn bijna 50 jaar getrouwd. En we wonen in een flat, we kennen bijna niemand. Allemaal vreemde mensen. Je zegt eens gedag. En contact heb je eigenlijk niet met de mensen en daarom... Ik heb heel mijn leven een beetje getekend. Mijn vrouw die heeft conservatorium, die heeft muziek.
En we gaan altijd samen, zijn we gewend geweest, om op stap te gaan. Of vroeger met kamperen met een tentje en later nooit met anderen. Dat doen we niet aan. En met tekenen heb je contact met de mensen. Dat je, ja, je praat met elkaar. Je bent met zelfs bezig en iedereen is gespannen met tekenen. Dat is, En gaan er gewoon dus ellips omheen? Er zijn jonge mensen bij en oudere mensen bij, maar ik geloof niet dat er verschil maakt met tekenen. En oudere mensen tekenen niet beter dan jongeren of omgekeerd. Hier beneden nu zijn we met 15 mensen begonnen. Bij meneer Voskuil. Het is een fijne tijdpassering en we zien er altijd naar uit. Donderdags, we gaan het tekenen. Ligt papiertje klaar. Henk, 7 uur per riet, die staat een half uurtje later op voor de badkamer. 7:30 en om 8:30 gaan we weg. Om 9:30 hier te zijn. Van naar de oren toe, ja. Voorkant en de zijkant. Bij tekenen is het zo, je ziet het model voor je. En dat moet je op je papier kunnen krijgen. Het geeft een zekere spanning en ook een zekere uitdaging. Je ontmoet andere mensen, anders blijf je maar samen. En je babbelt samen, je blijft in een beperkte kennissenkring eigenlijk. En nu kun je over veel meer dingen meepraten. Je hebt betere contacten, zou ik zeggen. En je wordt anders misschien een beetje eenzijdig. Ja. Want je ziet hier veel meer van, omdat je naar onze tuin aankijkt. Ja. Dan gaat hier een stukje af. Iemand gaat met de fut of met pensioen en ziet een zee van vrije tijd voor zich en heeft ook tal van mogelijkheden. Wat kun je zo iemand nou adviseren? Die persoon zou eerst eens bij zichzelf te raden moeten gaan, want hij heeft natuurlijk al een hele leven lang iets gedaan met vrije tijd. Hij heeft al een zekere traditie opgebouwd. Hij of zij gaat al waarschijnlijk op vakantie, heeft aan sport gedaan, doet aan sport. Is actief in de sfeer van doe-het-zelve. Tekenen, schilderen, andere vormen van creativiteit. En de praktijk wijst ook uit, het onderzoek wijst ook uit, dat wat er in eerste instantie gebeurt, is dat mensen de dingen die ze al deden intensiever gaan doen. Aan het knopen bij activiteiten die ze al ontwikkeld hebben. De goederen die ze hebben, een auto, een caravan, doe-het-zelf apparatuur, een hobbyruimte, intensiever gaan gebruiken. Pas dan, eventueel, wanneer dat niet voldoende is, dan wordt er gekeken naar nieuwe mogelijkheden of nieuwe uitdagingen. Maar het belangrijkste lijkt mij om aan te sluiten bij de eigen interesses, de eigen vaardigheden en de dingen die je in je leven geleidelijk hebt opgebouwd. Dat zou het startkapitaal moeten zijn, denk ik, om te gaan investeren in nieuwe vrije tijd. Over startkapitaal gesproken, dat houdt natuurlijk ook een advies in aan jongere ouderen om zich goed voor te bereiden. Ja, als je dus gaat investeren in je eigen toekomst, dat betekent dat je ook al toch vrij, dat je aan je pensionering denkt of aan je ouder worden denkt. Niet alleen in termen van hoe bouw ik mijn pensioenrechten zo goed mogelijk op, maar ook wat ga ik met die tijd die dan ter beschikking komt, wat ga ik daarmee doen. Dat betekent zo'n planning voor jezelf, zo'n eigen levensplanning, dat je ook al eerder dan 55 jaar en ouder gaat denken over alternatieven, over het ontwikkelen van vaardigheden. Over eventueel het opbouwen van netwerken, waar je dan te zijn tijd op kunt terugvallen. Dat betekent dus dat vorming bijvoorbeeld en educatie, dat het niet pas moet gaan starten als je bijna gepensioneerd bent, maar dat dat eigenlijk iets is wat een heel leven lang een rol zou moeten spelen. En wat ook trouwens in ons onderwijs daarom veel meer aandacht zou moeten hebben. En hoe meer stimulans een mens krijgt, hoe meer geestelijke uitdagingen, des te opmerkzamer blijft hij.
Wie uit het arbeidsproces stapt, loopt vaak het risico te weinig van die prikkels of uitdagingen te krijgen. En met gevarieerde bezigheden is de geestelijke gezondheid gediend. Serieuze studie prikkelt de aandacht. Maar dat geldt evengoed voor het spel. We laten u nu een eenvoudig spel zien. Bowls heet het. Het is in Engeland speciaal voor ouderen ontwikkeld en kort geleden in Nederland geïntroduceerd. Kijk, het bowls is bedoeld voor alle leeftijden. Dus dat kan jong en oud meespelen. Maar wij hier in Tilburg zijn begonnen om daar een beetje propaganda voor te maken voor de ouderen. We hebben daar een grote uitbreiding en een grote toelichting gehad van de Engelsen. En dat spel is zo ingeslagen dat de ouderen hierop afgekomen zijn. En de ledige tijd die ze anders hadden, of met een kaartje werken, maar dat er geen beweging bij was. Kaart leggen, gaan fietsen en dergelijke. Dat ze nu zeiden, kijk, hier hebben we beweging, dit is een uniek spel voor ons. Zodoende dat de groep Tilburg vrij snel uitgegroeid is. Maar als u ook ziet, allemaal ouderen hier bij ons aanwezig zijn. Terwijl we wel ernaar uitzien dat er ook wat jongeren toe zouden willen treden. Omdat we in dit spel ons eigen ook kunnen ontwikkelen en meten tegen de jongeren. Dat zou zo, juist zo mooi zijn van dit spel. Nou, Roel, doe je best. Heb je een Nou, wij hebben in de krant gelezen dat het spel hier zou beginnen. En Introduced World. Dus zijn we naar die Introduced avond geweest. En nou, dat beviel ons wel, omdat mijn man en ik hebben in Engeland gewoond. En daar is het spel al heel lang. Mijn man heeft het altijd willen spelen daar. Maar ik heb hem ergens tegengehouden om... Ik zeg altijd toen, dat is voor oude mensen. Maar ja, nu ben ik er zelf mee begonnen en ik vind het geweldig. Nu vind ik jammer dat we daar niet eerder zijn begonnen. Maar ten eerste, het is voor de conditie geweldig. Voor de contacten. En voor de gezondheid heel erg goed. Want je loopt alsmaar op en neer. Voorheen zat mijn man er al vaak in de stoel. En nu is die constant bezig. En het is veel beter voor zijn gezondheid, want ik zie het verschil erin. Zo, ik zeg, hij wordt jong opnieuw. We zijn anderhalf uur aan het spelen. Dan gaan we even in de kantine een kopje koffie drinken. We gaan weer terug als de baan dan weer vrij is. En de contacten zijn geweldig. Mijn man heeft van vroegere vrienden die hij 35 jaar niet meer gezien heeft. En die hebben contacten weer opnieuw gekend. En dat is geweldig. Professor Bekkers, we hebben het nu alsmaar over vrije tijd. Maar vaak krijgen ouderen signalen uit de omgeving om vooral maar actief te blijven. Hoe werkt dat nou? Ja, die vrijheid van die vrije tijd is maar heel betrekkelijk. Want de ouderen wordt helemaal niet aan zijn lot overgelaten. In die zin, er wordt voortdurend een beroep op hem gedaan. Er wordt van alles verwacht. Bijvoorbeeld in het kader van de veranderende verhouding in onze samenleving wordt van ouderen meer verwacht in hulpverlening, dienstverlening, vrijwilligerswerk. Er wordt een duidelijker beroep op hem gedaan om zich in te zetten voor allerlei samenlevingstaken die er vroeger nog werden gedaan door of vanuit de overheid bijvoorbeeld. Dat is één kant. Andere kant is dat ook vanuit de marktsector bedrijfsleven de ouderen is ontdekt als een heel interessant afzetgebied. Van de ene kant is dat omdat er in de toekomst en ook nu al relatief minder jongeren zullen zijn. En het bedrijfsleven op zoek is naar nieuwe afzetgebieden, naar nieuwe markten. Maar er komt nog bij dat de ouderen ook wordt gezien als een heel interessant groeigebied. Waarbij het overigens interessant is dat het idee dat de ouderen oud is, niet uitdrukkelijk naar voren wordt gebracht. Integendeel, het jong zijn, het mobiel blijven, het vitaal zijn, gezondheid, het je bewegen, dat is ook voor ouderen een heel belangrijk motief. Kijk maar naar de reclame zoals die elke dag op ons afkomt. De ouder heeft meer vrije tijd dan in het verleden. In de afgelopen 10 jaar is de vrije tijd al gemiddeld met 5 uur per week toegenomen in Nederland voor mensen van 50 jaar en ouder.
De ouder heeft meer te verteren, meer te besteden. De koopkracht is toegenomen. Heeft pensioenen opgebouwd. Heeft vaak wat gespaard. En beschikt dus over meer financiële mogelijkheden. Beschikt ook over meer vrije tijdsgoederen. Waar hij gebruik van kan maken. Beschikt ook over meer vaardigheden. Is in het algemeen mobieler. Zowel in fysieke zin, kan zich makkelijker bewegen. In geografische zin, kan makkelijker zich verplaatsen van de ene plaats naar de andere. En ook mentaal is meer geïnteresseerd in een groter aantal verschillende dingen. En dat betekent dat de ouderen, zeker voor die vrije tijdsmarkt, niet is afgeschreven, maar integendeel een heel interessant nieuw expansiegebied gaat vormen. Heeft het voor ouderen consequenties dat ze in feite een interessante markt vormen? Het geeft de ouderen enorme macht, in feite. De ouderen is een economische macht van betekenis. En dat geldt niet alleen voor de ouderen als totaliteit, maar ook voor individuele ouderen. Hij kan eisen stellen, dus is niet afhankelijk meer. De mondige consument kan kritisch zijn over wat wordt aangeboden. En ik vind dat de ouder ook die macht moet gebruiken. En ook zich niet hulpbehoevend afhankelijk zou moeten opstellen. Maar juist waar voor zijn geld zou moeten eisen. Radioprogramma 5 heeft als titel Je bent nooit te oud om te leren en gaat over studiemogelijkheden voor ouderen. Dat radioprogramma kunt u aanstaande dinsdag beluisteren, 's avonds om 8:30 via Radio 5. Het boek bij deze radio- en televisieserie bestelt u door storting van 29 gulden op Giro 54 42 32 ten name van Teliac in Utrecht. Dus 29 gulden op Giro 54 42 32. En u krijgt zo'n boek thuisgestuurd. Het boek Ouderenwijzer is ook te koop bij de boek.